VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV bereikt tegen FC Twente de magische grens van 34 punten. Zometeen de beelden en reacties. Stan Valks over de lopende contractbesprekingen en een vooruitblik op Sparta VVV. Maher. Nog altijd Maher, min of meer bij toeval, maar dit is een prima voorzet. Die had binnengelopen moeten worden door een van de collega's van Maher. Dan kan Hollaert nog proberen. Extra aanmoedigingen voor Clint Leemans. Leemans, ja, dat is een goede bal. Een goede redding ook. Lekker voor Drommel op die hoogte. Goed de bal eruit gebokst na de mooie zweef. Aan de linkerkant veel ruimte voor Jansen. En voor het doel. Dat doet er niet toe. Nu weer wel. Een geweldige uithaal. Boeren. En Tigarouini. Tigarouini. En de paal via Oenestal. En dan de volgende poging gaat in het zijnet. Daar had Twente op voorsprong moeten komen. Boeren schiet in het zijnet. Dit zijn de momenten waarop je het moet doen. En Tigarouini doet het bijna. Oenestaal, paal. Nu is Twente er snel uit met Jensen. En aan de rechterkant. Slagveer moet hij hem nu krijgen. Slagveer. En voor het doel is Jensen. En die maakt het niet, want Oenestaal heeft lange armen. Het zit Twente ook niet mee. Dit was het moment. Weer het moment. Heeft Twente er nu zo'n 2-3 van gehad om te scoren. Maar Oenestaal, soms merkwaardige capriolen. Twee prima reddingen na rust. Leemans jaagt op het schot wat hij in zich heeft. En dat was een prima poging. Goede redding ook van Drommel. Die bal dreigt eraan zo misschien wel via de binnenkant van de paal binnen te zeilen. Het waren de kansen voor Twente na rust om op voorsprong te komen. En de kostbare 3 punten mee te nemen. Nu moet het, want het is afgelopen, het doen met 1 punt. Dat was een wedstrijd die niet zo erg boeiend was. Van beide kanten vond ik het toch redelijk vlak, laat ik het zo maar noemen. En wij hadden aan een punt genoeg om in ieder geval de grens van 34 punten te halen. Ik vond ook dat wij, had ook wel wat mee te maken dat we Ralf misten, dat we Jonathan misten, dat we voorin ook op een gegeven moment een beetje krachteloos waren. Je merkte dat een aantal mensen voorin toch erg met de krachten had gesmeten. Dus ik kon niet zoveel meer doen om die wedstrijd naar ons toe te slepen. Nou, wat we daar uiteindelijk voor gekozen hebben is dat we in ieder geval met 0-0 het puntje binnen hebben gehaald. Damien van Brugge maakte laat in de wedstrijd zijn rentree bij VVV. Hij was lang uitgeschakeld door een hamstringblessure. Best wel een vervelende blessure gehad. Dus daar ben je wel even zoet mee. En ja, als je dan had ik best wel weinig nog getraind. En als de trainer je dan toch in de ploeg brengt, dan is dat wel een goed gevoel. Dat is toch een blijk van waardering. En is toch wel lekker gewoon weer om minuten te maken. Het voelde ook goed weer op het veld te staan? Wel een beetje onwennig nog. Want je bent altijd een beetje dat je denkt van een beetje oppassen bij sommige bewegingen. Maar nu, deze week gewoon weer lekker getraind. En dan merk je ook wel steeds meer dat je de keren steeds meer vertrouwen krijgt in je benen. En dat gaat alleen maar beter nu. VVV heeft nu de zogenaamde magische grens van 34 punten bereikt en lijkt daarmee nu zeker van rechtstreekse handhaving. Iedereen heeft het altijd over 34 punten. De laatste, 30 jaar is statistisch bewezen dat je daar niet mee degradeert. Nou ja, hopen dat dat dit jaar ook zo is. Maar daar lijkt het wel naar dat het genoeg is. En het is wel prettig om 5 wedstrijden voor het einde nagenoeg zeker van behoud in de Eredivisie te zijn. Dat had natuurlijk niemand verwacht. Nou, denk je dat je ploeg dan ook vrijuit kan voetballen die laatste wedstrijden? Het lijkt wat zwaar lastig daar. Niet alleen die wedstrijd tegen Twente. Of is dat ook de zwaarte van het seizoen wat zijn tol gaat eisen? Ja, daar hebben wij toevallig hebben wij het daar op de bank ook afgelopen week op gehad. Je zag ook dat een aantal jongens het gewoon fysiek zwaar hadden. Nou, voor heel veel jongens is het nieuw. En je ziet dat ze
zeker in het begin heel fris waren, heel fit waren. Maar heel veel jongens hebben heel veel gespeeld. Hè, voor het eerst op het hoogste niveau. We hebben het met een heel klein groepje moeten doen. Nou, dat zie je een beetje terug. Dus nou, waar we met name nu naar aan het kijken zijn, is om die jongens de laatste 5 weken vooral heel fris te houden. En dat betekent ook dat we ook met name in de arbeid, in de training goed monitoren. Dat we ze niet over de kling jagen. Want we moeten ze wel met name fris en fit houden in de wedstrijd. Dat is de graadmeter. Van Brugge, die dit seizoen is gehuurd van PSV, heeft te horen gekregen dat de optie in zijn aflopende contract niet gelicht wordt door de Eindhovense club. De centrale verdediger is dus transfervrij op te pikken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, wij hebben dat vorige week ook te horen gekregen. Wij waren al langer benieuwd naar de situatie van Damien, tenminste wat betreft PSV met hem zou gaan doen. Voor ons is Damien zeker een speler die we graag willen behouden, dus wij gaan daarmee in gesprek. En nogmaals, hij heeft het tot nu toe hartstikke goed gedaan, is op meerdere posities inzetbaar. Hij is nog jong, dus een jongen ook voor de toekomst. De club wil graag met mij verder, dus daar ben ik blij om. En de komende periode gaan we kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar meer kan ik er ook niet over zeggen dan dat. Ja, als ik het zo aanvoel bij de club, ook bij de supporters, zien ze je graag blijven. Ja, klopt. Ja, dat is wel standvallig. Ik zat al veel eerder dat uitgesproken dat hij graag met mij verder wilde. Dus in dat opzicht is het voor mij geen verrassing. Dus de komende tijd gewoon even kijken hoe het zich gaat ontpoppen. Maar inderdaad, ik heb het naar mijn zin niet bij Venlo, dus dat is het belangrijkste. Grote vraag is met wie VVV nog meer aan tafel zit voor een langer verblijf in de Kuhl. Ze lopen deze zomer de contracten af van Promes, Jansen en Hunten. Nou, laat ik zo zeggen, wij hebben uiteraard met de jongens waar de contracten van aflopen, daar hebben wij zo'n beetje allemaal mee gesproken. Dus wij zijn zeker wel van plan om met een aantal jongens gewoon verder te gaan. Dus de gesprekken staan gepland om de besprekingen te gaan voeren. Ja. Kun je zeggen met welke spelers VVV door wil? Nee, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat willen we toch nog wel eventjes intern houden. Maar het mogen duidelijk zijn dat de jongens die in de basis staan, dat daar graag mee doorgaan. Ja, dus dan praat toch over een Hunten, Jansen en Promes, denk ik. Nou, dat zijn wel onderhand de jongens, denk ik wel, die het ook zeker iedere week waarmaken. Ja. Twee spelers lijken te kunnen rekenen op serieuze belangstelling van andere clubs op dit moment. Doelman Lars Oenerstal en aanvaller Lennart Tie. Het contract van Oenerstal loopt af en Tie heeft nog een doorlopend contract bij Werder Bremen, waar VVV hem momenteel van huurt. Toch is de club met beide spelers in gesprek. We hebben meerdere gesprekken gevoerd met Lars, met zijn management en ook met Lennart. En in principe zou Lennart teruggaan naar Bremen. Nou, als hij teruggaat naar Bremen, dan gunnen we hem dat allemaal ook. Maar ze hebben ook een heel goed gevoel bij VVV. Dus ze hebben de deur zeker nog niet dicht gedaan naar VVV toe. Dus dat zal de komende weken hopelijk wel meer duidelijkheid overkomen. Maar wij zullen alles proberen om hun te behouden. Ja, en Oenerstal mag toch rekenen op aardig wat belangstelling, als ik het mag geloven. Hoe groot schat jij de kans in dat hij hier blijft? Nou, er is een kans en ik kan niet zeggen of dat 100%, 90%, 80% is of zo, maar er is een kans en dat ligt ook, natuurlijk ook aan Lars. En Lars die zal best wel aanbiedingen krijgen, heeft er waarschijnlijk ook wel een aantal. Maar er zijn misschien nog meerdere oplossingen om Lars hier te behouden en daar zijn we ook naar aan het kijken. Ja, hoe bedoel je dat, meerdere oplossingen? Ja, daar kan ik niet te veel over zeggen, maar laat ik zo zeggen, we zijn gewoon in gesprek en Lars wil ook nog de opties openhouden. Maar ik hoop dat we binnen nu en 2-3 weken meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Iedere dinsdag stellen we in VVV TV een elftal vragen aan een VVV-speler. Volgende week is Gerald Promes aan de beurt. En ondertussen kun je ook een leuke of originele vraag insturen voor Roel Jansen. Doe dat via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem bijvoorbeeld op te nemen met je telefoon en dat filmpje deelt met ons. Na FC Twente treft VVV zaterdag opnieuw een degradatiekandidaat. De Venlonaren spelen in Rotterdam tegen Sparta.
Bij de seizoensopening won de ploeg van Maurice Stijn in de Koel nog met 3-0 van de Rotterdammers. Dat was de seizoensopening en die viel onze kant op. Maar ik vond ook dat je toen wel zag ook dat de ploegen niet zoveel van elkaar verschilden. Ik vond toen Sparta, volgens mij kan ik me nog herinneren dat hij zeker de eerste helft beter van het spel had. Maar dat wij een minuut voor rust op voorsprong kwamen. Nou, ik denk dat die ploegen nu ook niet zoveel van elkaar onderdoen. Sparta heeft een moeilijk seizoen gehad. Je ziet dat zonder Advocaat dat ze toch zeker de laatste weken punten pakken. Dat er een hecht collectief ontstaat. Dat zie je, dat is ook een kracht van hem. En dat ze natuurlijk spelers hebben die een doelpunt kunnen maken. Dus wat dat betreft denk ik dat zij nog wel in staat zijn om wat punten binnen te halen de laatste 5 wedstrijden. Maar ik hoop niet dat het zaterdag gebeurt. Ja, Sparta staat nu op een niet zo gunstige plek. Maar in principe verandert dat niet zoveel aan de wedstrijd. Misschien dat zij iets opportunistischer zullen gaan spelen. Of juist dat ze juist heel verdedigend gaan spelen omdat ze juist niet willen verliezen. Dus... Ja, op zich het zal denk ik gewoon een normale wedstrijd worden zoals altijd. Alleen voor Sparta wordt het wel steeds minder wedstrijden om zichzelf veilig te spelen. Ralf Suntjes is weer terug na zijn schorsing, maar deze keer ontbreekt Vito van Crooy, die tegen Twente tegen zijn 5e gele kaart opliep. Opoku is nog steeds geblesseerd. Opgelet, we mogen weer VIP-kaarten weggeven. Op zaterdagavond 14 april speelt VVV in de Koel tegen Heerenveen. Beantwoord de volgende vraag en maak kans op VIP-tickets voor die wedstrijd. Noem minimaal 5 spelers die in competitieverband uitkwamen voor zowel VVV als Heerenveen. Op de Facebookpagina van zowel Omroep Venlo als VVV Venlo staat een deelnameformulier waar je je antwoord kwijt kunt. We sluiten af met een stukje historie. Het is lang geleden dat VVV nog wist te winnen in Rotterdam van Sparta. Om precies te zijn 15 jaar geleden. In 2004 werd er voor het laatste een punt gepakt. Daarom sluiten we maar af met de laatste Venlose treffer op het kasteel. Van de man die er zaterdag niet bij is. Vito van Crooy. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.